Hoi, ik ben Dylan en vandaag ga ik kijken naar de JBL Quantum TWS. En dat zijn oordopjes die zijn speciaal ontwikkeld voor gaming. Het zijn dus draadloze gaming oordopjes en dat komt onder andere omdat ze gebruik maken van de 2,4 GHz verbinding. Ze werken namelijk ook met een dongle en deze kun je gewoon in je PC of je laptop, maar ook in je smartphone, tablet, Switch, PlayStation en nog veel meer steken. En je kunt er nagenoeg gelijk mee aan de slag, want ze zijn van tevoren met elkaar gekoppeld. Nou, wat is nou het voordeel van? Is dat deze oordopjes low latency hebben. Normale oordopjes die alleen maar met Bluetooth werken, die hebben altijd een vertraging in de audio. Als je bijvoorbeeld naar muziek luistert, is dat helemaal niet zo'n probleem, want dan hoor je niet dat er vertraging in zit. Maar zodra je beeld op je telefoon hebt, dan hoor je dus dat het audio later aankomt dan dat jij het beeld ziet. En dat is voornamelijk heel erg vervelend met het spelen van spelletjes, waardoor normale Bluetooth-oordopjes dus meestal minder geschikt zijn voor het spelen van allerlei soorten games. Deze oordopjes hebben dus echt low latency en dat betekent dat ze bijna geen vertraging in het geluid hebben ten opzichte van het beeld, wat ze dus ideaal geschikt maakt voor het spelen van spelletjes, maar je kunt ze uiteraard ook gewoon gebruiken met Bluetooth. Nou, voor de dongle hoef je dus eigenlijk niks in te stellen, maar het koppelen met Bluetooth is ook heel erg eenvoudig, want je doet gewoon de case open en je telefoon zal zelf merken dat de oordopjes in de buurt zijn en met één druk op de knop kun je ermee aan de slag. Qua comfort en qua draaggemak zijn ze eigenlijk vergelijkbaar met de meeste oordopjes die we kennen op de markt. En ik was eigenlijk best wel verbaasd over de manier waarop ze in mijn oor blijven zitten. Want ik ben gewend aan de oordopjes met zo'n vinnetje die je echt een soort van in je oor klikt. Maar deze moet je er ook insteken en die moet je een kwartslag draaien. En ik was best wel positief verrast over de manier en hoe stevig ze in mijn oren blijven zitten. Daarnaast is het ook een groot voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld gaming headset, dat ze natuurlijk niet op je hoofd rusten. Want ik heb best wel de neiging om tijdens langere sessies met dat gewicht bovenaan de hoofd wat last te krijgen van de druk die zo'n headset aanlevert. En dat zorgt uiteindelijk voor een beetje hoofdpijn tijdens echt urenlange sessies. En daar heb je nu natuurlijk helemaal geen last meer van. Wat natuurlijk ook heel erg fijn is tijdens bijvoorbeeld het gamen met VR, waar je niet zo'n grote headset over je bril heen wil hebben. Maar deze gewoon in je oren steekt, de dongle aansluit en echt gewoon volledig draadloos kan gamen. Maar de vraag is natuurlijk, hoe klinken ze? Het zijn oordopjes die geoptimaliseerd zijn voor gaming, maar eerlijk is eerlijk, tijdens de afgelopen paar dagen dat ik ze heb mogen testen, was ik best wel onder de indruk van de geluidskwaliteit. Zeker ook op dit prijspunt in vergelijking met sommige van de duurdere oordopjes die ik wel eens heb mogen testen bij Ferdinand. En dat betekent dat deze oordopjes gewoon echt een hele goede prijs-kwaliteitsverhouding bieden. Maar naast de geluidskwaliteit voor muziek, is hij natuurlijk geoptimaliseerd voor gaming, zoals ik net al zei. En het zit hem voornamelijk niet alleen maar in de kwaliteit van de oordopjes, maar ook in de compatibiliteit met JBL's Quantum Surround software. Dat is een softwarepakket wat je gebruikt op de PC en dat zorgt ervoor dat de geluidskwaliteit iets wordt aangepast en dat betekent dat het geluid niet klinkt alsof het vanuit in je hoofd komt en het klinkt een beetje raar, maar het klinkt echt alsof het vanuit de kamer komt en dat heeft het voordeel dat het veel makkelijker is om te bepalen vanuit welke kant een geluid komt, maar ook vanuit hoe ver een geluid komt en dat is natuurlijk heel erg belangrijk in bijvoorbeeld snelle shooters zoals Warzone. Ik moet eerlijk toegeven dat ik er wel aan moest wennen, want de geluidservaring is echt anders dan dat je gewend bent. Maar het biedt uiteindelijk wel echt een voordeel, maar je moet het persoonlijk ervaren om te begrijpen wat ik bedoel. Maar ik ben in ieder geval heel erg van onder de indruk. Daarnaast is een van de andere voordelen van twee verbindingen dat je ze ook kunt koppelen aan twee apparaten tegelijkertijd. Stel je nou voor dat je aan het gamen bent op je PC of op je Switch met de dongle en je hebt Bluetooth-verbinding met je telefoon ingesteld, dan kun je dus tijdens het gamen gewoon een gesprek van je telefoon opnemen op je oordopjes zonder dat je hier iets extra's voor hoeft te doen. En dat vind ik zelf echt heel erg handig. Daarnaast kun je ze ook heel makkelijk overschakelen, want stel je nou voor dat je aan het switchen bent en je moet naar werken en je gaat naar de bus, dan kun je drie keer op de oordopjes tikken en dan wissel je van bron, dus van de switch, naar je telefoon, zodat je instantly Spotify kunt aanzetten en gewoon de deur uit kunt lopen zonder dat je hiervoor iets extra's hoeft te doen. Over de bus gesproken, hij heeft ook True Adaptive Noise Cancelling en dat is een slimme technologie, want hij kan zichzelf kalibreren om ervoor te zorgen dat het meeste omgevingsgeluid wordt gefilterd, zodat jij je gewoon kunt focussen op bijvoorbeeld die snelle intensieve spelletjes tijdens het gamen, maar ook gewoon kan genieten van al je muziek in de bus. Daarnaast heeft hij ook Smart Ambient en dat is een technologie die ervoor zorgt dat je nog steeds je omgevingsgeluid kan horen tijdens het luisteren naar bijvoorbeeld je multimedia, wat natuurlijk heel belangrijk is als je op de fiets zit en niet wil aangereden worden door een aankomende auto. Nou, al die technieken die je net zag, die werken onder andere met behulp van de 6 geïntegreerde microfoons die de TWS-oordopjes hebben. En die werken met beamforming, dus die kunnen horen uit welke richting je stem komt en daar richten ze zich op, zodat je altijd goed te horen bent tijdens langere gamesessies op Discord en natuurlijk gewoon tijdens telefoongesprekken.
Nou, die oordopjes gaan ongeveer 8 uur mee als je ze opgeladen hebt en er komt nog eens 16 uur bij via de case. In 2 uur zijn ze helemaal opgeladen, wat ik zelf heel erg fijn vind. En met 15 minuten laden kun je ze 3 uur gebruiken, wat natuurlijk handig is als je het wel eens vergeten bent. En daarnaast zijn ze IPX4 gecertificeerd en dat betekent dat ze spatwaterdicht zijn, dus je hoeft geen zorgen te maken als je een keer in een regenbui terechtkomt en je kunt ze gewoon inhouden als je gaat wandelen of bijvoorbeeld gaat sporten. Wat ik ook heel erg leuk vind is dat ze multi-AI ondersteuning hebben en dat komt er eigenlijk op neer dat ze compatible zijn met bijvoorbeeld Google en Alexa, zodat als je ze gekoppeld hebt met je telefoon kunt gebruiken om spraakcommando's te versturen via je oordopjes. Als je gebruik maakt van de oordopjes op je telefoon, dan kun je gebruik maken van de JBL Headphones app. En in deze applicatie kun je echt van alles instellen om hem helemaal aan te passen aan jouw persoonlijke voorkeuren. Maar dat niet alleen, want hij kan zich ook aanpassen aan jou met bijvoorbeeld een ear canal analyzation, zodat hij echt de vorm van je oorkanalen analyseert. En daarmee kan hij dus het meeste gebruik maken of het beste gebruik maken van opties zoals bijvoorbeeld die True Adaptive Noise Cancelling. Nou, er is ook een softwarepakket beschikbaar voor de PC, zoals ik net al belicht had. En die gaat net iets dieper in op die game-instellingen, zodat je hem ook helemaal kunt aanpassen aan wat jij het fijnst vindt in al je spelletjes. En dat zorgt ervoor dat hij gewoon in alle situaties gewoon het beste uit zichzelf kan halen en jou de beste ervaring kan bieden. Nou, ik ben echt best wel onder de indruk van deze oordopjes. Vooral op dit prijspunt ben ik echt onder de indruk van de kwaliteit en de mogelijkheden van de JBL Quantum TWS. Heb je daar nog vragen over of opmerkingen? Zet ze dan zeker even in de comments en dan proberen wij er zo goed mogelijk voor jullie op terug te komen. En dan zie ik je bij een volgende video weer terug. Doei!